Welkom bij LoopTV, ik ben Maurice Pieterson en vandaag ben ik bij AV Spirit, atletiekvereniging in Oud-Beijerland. Dus ze noemen het de tunnelloop, we gaan de Heinenoordtunnel doorheen en je kan kiezen tussen 12,5 kilometer en 25. Ja, het weer is werkelijk schitterend, prachtig weer, zonnetje brandt gewoon. Ik had me wel in mogen vetten. Ik ga voor de 25 en... Na de wedstrijd laat ik jullie meer weten. Even een rondje lopen hier op het mooie baantje. 25 kilometer voor Winde Heinenoordtunnel 2019 zit erop. Net de tijd. 1 uur 49 ongeveer. Achter mij zijn ze nog aan het finishen. Verzorgingspotje, goed geregeld allemaal. Ja, 25 kilometer. Daar kan je natuurlijk niet mee aan. Komen zetten aan de bar. Het is 15, 10 mijl, 21, halve marathon en de marathon. Dat zijn natuurlijk voor de sterke verhalen, maar 25 kilometer. Kan je ermee? Ik heb hem nog nooit eerder gelopen. Het is de eerste keer. Dus ik had ook geen tijden om te vergelijken. En, maar ik pakte gewoon halve marathon tempo en ik zag wel wat schip stranden. En ging uitermate goed. Strak aan mijn plan gehouden. Ik werd nog een paar keer ingehaald in het begin, ook door de snelste vrouw, 4 kilometer. En die ging er vandoor. Ik denk misschien dat ik later haar nog terugpak. Maar het gat werd steeds groter, het zat er gewoon even niet in. Net voor de Heinenoordtunnel, als je daar doorheen gaat, is een keerpunt, dus je komt weer terug. Dus al die snelle jongens kwam ik tegen, ik zat rustig te tellen. Ik denk, hey, ik sta op plek 12. Nou ja. Top 10 zou mooi zijn, maar goed, 12 staat al, 13 kilometer staat er al op. Tempo gewoon volgehouden. En opeens zag ik een man voor me. En ik kwam steeds dichterbij. Dus die had ik net na de Heinenoordtunnel ingehaald. Lag ik op nummer 11. Ik denk, nou dat gaat goed als ik nog eentje pak. Top 10, dik tevreden. Toen kwam ik de snelste vrouw weer tegen. Bij kilometer 15. Ging ik die voorbij en weer afstand nemen. Nou, toen kon ik echt honderden meters ver kijken en toen zag ik er nog twee lopen, heel ver. Maar ook die vielen ten prooi van LoopTV. Hartstikke mooi. Op 20 kilometer pakte ik nummer. Nou, dat moet dan. Ik was 10, 9 en 8. Dus ik liep opeens 8e. En daar zag ik helemaal niks meer voor me. En ik nam fors afstand van de jongens achter mij. En met een mooie tijd over de finish, 8e plek. Dus loopt de feest dik tevreden. Ga nu even lekker douchen. En de komende 2 weken rustig aan. Want daarna komt de marathon. Dus even opladen. En over 2 weken ben ik er weer. Blijf kijken, subscriben, liken. Je weet wat je moet doen. Volg LoopTV.